Betty? Frits is net benaderd voor werk in de haven. Hij heeft nee gezegd, maar goed is het niet. Kun je vertellen wat er met Frits is gebeurd? Het waren jonge gasten. Hoeveel? 2. Op een gegeven moment gaf hij het containernummer. Als wij jou helpen, help jij ons? Mm-hmm. Betty is je aanspreekpunt. Geen idee. Die container had hier 3 uur geleden moeten zijn. Amanda. Die meid heeft er iets mee te maken. Dat kan niet anders. Hey, luister, Luther, als ik zeg dat ze van niks weet... Betty, die kan er niet zomaar kwijt zijn in de haven. Amanda moet meer informatie kunnen krijgen. Hallo? Hallo. Die duivel heeft die stem gekend. Maar hij ligt erover. Wat is er precies gebeurd in die garage? Weet ik... Je was er toch bij? Dat was een fucking snel! Wat is dit? Ik ben er zeker van dat David niks met al die shit te maken heeft. Echt niks. En ik heb gewoon geen idee hoe dat hij hierin verzeild is geraakt. Echt niet. Boris, wat is er gebeurd? Toen Nathalie vertelde over storm, kreeg Boris een paniekaanval. Ik kan me gewoon niks anders herinneren dan deze shit. Echt niet, man. Je weet storm het al. Nee, als hij het weet, dan is hij meteen weer blij. Hij is wel de vader. Storm wil weg. Ik begrijp dat je emotioneel wordt van alles wat er gebeurd is. Maar je kan nu niet weg. Niet zolang ik die 2 jongens niet heb. En je bent zeker dat het een goede container is? Ja, het nummer en het zegel ook. Het is hem. Betty gaat het testen en zo snel mogelijk verkopen. Storm... Wat was er nou met die man die hier buiten rondhing? Wat doe jij hier in godsnaam? Het is mijn vader. Dit moeten wij niet doen, man. Waarom niet? Hoe vaak kom jij iemand tegen waarbij je kan zijn wie je bent? Ik heb het gevoel dat we elkaar begrijpen. Wij lijken op elkaar, hè? Marcus, ik ben niet goed voor mannen. Mag je daar zelf mee over beslissen? Nee. Ik moet eigenlijk gaan. Ben je in het ziekenhuis? Jim, wat? Weet jij er iets van? Wat? Weet... Jezus, waar zit je dan? Dus moet je je oudste zoon maar even bellen. Maar wat is er gebeurd? Het is een compleet slachtoffer. Er komen minstens 20 mensen binnen... die in de nachtclub van jouw zoon foute coke hebben gesnoven. Nou, wat heet foute coke? Het is gewoon puur vergif. Dus daarom vraag ik jou... Weet jij hier iets van, of niet? Nee, ik weet nergens iets van. Dan stel ik voor dat je even goed in het rond gaat vragen... want degene die hier verantwoordelijk voor is... Die heeft een heel erg groot probleem. Carmen. Ik moet echt gaan, sorry. Opzij! Boris. Boris. Mam. Hey. Wat is er nou gebeurd? Ik weet niet. Dus ze kunnen nog niet zoveel zeggen. Ze lag ineens op de grond. Nou, dat was het dan. Kom op, dat moet je niet zeggen, dat weet je niet. Dat weet ik wel. Wie doet er nou zoiets? Sorry. Dat moet u laten zitten. Ik tel alleen voor de omzet. Nee. Alles moet precies zo blijven als het was. Het is allemaal bewijs. En ik ga u weer vragen om te vertrekken, want het wordt per direct afgesloten op last van de gemeente. Ik maak er even een foto van voor mezelf. Meneer. Saar, kom je? Ja. Boris van Walraven. Ja? Je vriendin. Er wordt nog wat onderzoek gedaan. Daarna brengen we haar hier. Hoe is het nu met haar? Ja, de toestand is in principe stabiel. Maar we moeten de komende 24 uur echt nog even afwachten.
Kunnen wij iets doen? Weet u misschien hoe het zit met de familie van Lisa? Ze heeft niet zoveel contact meer met de ouders. Zal ik... Nee, ik heb ze al gebeld. Als het goed is, komen ze eraan. Fijn. Schatje. Fijn dat jullie er zijn. Ja, natuurlijk, gek. Hoe is het met haar? Weet je, ze konden er nog niks over zeggen. We zijn er nu, kleintje. We gaan niet meer weg. Vandaan. Wat? Ik ben net gebeld door Marco uit Eindhoven. Ze hebben dezelfde soort als bij ons hier. Zit dus bij ons in de container. Hoe kan dat nou? Ik was gisteren eventjes in die wasstraat waar een van de jongens werkte. Je kan er makkelijk een container binnenrijden. En er stond een doos met zegels. En dat is een beetje raar voor een wasstraat, niet? Kook is daar versneden en toen teruggebracht. Godver. Je zou het toch testen? Ja, ik heb het getest. Het zag er allemaal netjes uit. Dus niet alles is versneden. Niet alles? Nee, ik heb een paar blokken getest, er was niks mis mee. Dus ze hebben waarschijnlijk het versneden spul onderop gelegd. Dat zegelnummer, dat klopte toch? Ja. Amanda. Eerst moet die rommel van de straat af. We weten echt niet hoeveel er versneden is, Kom. We nemen geen enkel risico. We nemen alles terug. Carmen. Bel iedereen, ga overal langs. Het spul moet van de straat, zo snel mogelijk. Carmen, dat is bijna geen doen. Peter? Ik hoef het niet nog een keer te zeggen, toch? Wanneer we elkaar zouden zien. Ik ben hier niet voor mezelf. Maar we proberen u wel te bereiken. Het is heel belangrijk dat we nu meteen een behandelplan opstellen. Sorry. Heel erg dorst. Geen sorry. Ik zie je zo bij de rest. Daarin is een toxische stof aangetroffen. Dat is wat wij nu weten. Ik wil u één ding vragen. Wilt u alstublieft geen contact opnemen met de pers? Dat doen wij. Tot zover. Mijn collega zal een aantal vragen beantwoorden als die er zijn. Excuseert u mij. Ja, zoals gezegd, we weten het nog. Jim, ik heb hier niks mee te maken. Ja. We hebben een groot probleem. We? Je moet iets doen. Ik ga het echt tot op de bodem uitzoeken, maar dit spul moet van de straat. We moeten echt samenwerken. Willen we dat er niet meer doden vallen? Alsjeblieft. Ik zweer je dat ik niks met dat vervuilde spul te maken heb. Ik doe wat ik kan. Met Lisa. En? Vind
Vind je nog steeds dat we de Van Walravens hun gang moeten laten gaan tot we alles van ze weten? Ik wil het niet één oppakken wegens belastingontduiking en wapenhandel. Die na 2 jaar weer voor mijn deur staat. Ik wil ze allemaal. Ik wil dat het definitief stopt. Die club gaat voor altijd dicht. Hé, hey, vind je nog steeds dat je aan de goede kant staat? Kom eens even zitten. Storm, ik dacht we gaan even naar huis even spullen halen voor iedereen. We zijn hier nog wel even, dus het is misschien wel handig. Bellen jullie zo als er nieuws is? Tot zo. Wat is er aan de hand? Dat kom ik eigenlijk aan jou vragen. Ik heb een container gekregen vol vergif. De hele stad staat op zijn kop. Hoe kan het nou? We hebben jou het beste gegeven dat het bestaat, zoals altijd. Oh ja? Er liggen mensen in het ziekenhuis. Er zijn doden gevallen. Wat jouw mensen vervolgens met ons product doen, kunnen wij niet overzien. Het zat fout in de container. En wie weet waar die container binnenkomt? Behalve jij. Beschuldig jij mij, Carmen? Ik wil een nieuwe lading. Het kartel gaat hier niet blij mee zijn. Vertrouw hem. Ja, ik ben bang dat hij ook niet meer weet. Denk je dat hij de lading krijgt? Geen idee. Maar volgens mij wil hij helemaal niet dat het kartel komt. Nee, dat willen wij ook niet. Buenos días. There's a problem. Bertha. Hey, vriend. Laat je deze fruit vasthouden. Krijg je zo je centjes terug. Perry. Luther. Doe heen. Alles moet terug. Wat? Je hoort hem toch? Alles moet terug. Je lult. Nee. Nog half Amsterdam-Zuid ligt de schuimbek op de intensive care. Volg je het nieuws nog of niet? Hé, hey, Barry, wacht even. Ik heb dit spul allemaal gecheckt, ja? Maar jij hebt dit allemaal gecheckt. Heb je alles gecheckt? Alles? Nee, precies. Dus jouw mannetjes komen gewoon netjes terug om alles in te leveren. Hé, hey, en mijn centen dan? Ik krijg nieuwe kook volgende week. Kom op, Luther. Nee, jij gaat gewoon netjes doen wat de baas zegt, ja? Geef even het geld voor die gast. Dankjewel. Kijk eens, meneer. Volgende week kan je nieuw komen halen. Nou, stop maar, dames. Alles mag weer ingepakt worden. Alles gaat terug naar mama. Oh,
Oh, dat moet ik even nemen, sorry. Hé. Hey. Hey, ja, ik heb het gehoord van je schoondochter. Ik belde even om te vragen hoe het met je gaat. Niet best, maar lief dat je belt. Weet je al iets meer over de... Over wie er achter die troep zit? Nee. Als ik iets kan doen. Nee, eigenlijk niet. Maar toch bedankt. Zeg, wacht, ik dacht nog, wat als ik nou een beetje van dat spul meeneem? En check wat er überhaupt in zit. Oké. Ik zie je snel. Dag. Hey. En? Weet je al meer? We hebben het de andere keer over, schat. Mam, er is iemand troep aan het verkopen in mijn club. Dat weet ik, Luus. Ik ben ermee bezig. Van wie heeft zij die drugs? Dat weet ik niet. Niet nu. Ben ik weer. Hey, hallo. Oh, wie heeft hier afgelopen week s'avonds lopen beunen voor zijn? Wat? Als we dit snel doen of langzaam, ja? Als we het snel doen, dan vertel ik het nu meteen. Als we het langzaam doen, dan ga ik eerst een beetje pijn doen. Wat? Oh, er wordt er gewoon een vraag gesteld? Oké. Collega moet iets regelen. Ik weet het voor de rest. Redouan, hij voor een... Ik ken hem niet, ik weet het echt niet. Redouan is dood. Dat is toevallig, hè? Die vriend. Hoe heet die vriend? Ik weet het niet. Werkt hij hier? Nee, ik niet. Ik ken hem echt niet. Ik weet het niet. Ik zweer het. Nou, zullen we maar aannemen dan? Thank you.
Hé, hey, pa. Sommige dingen veranderen nooit, hè? Geen vier lijnen? Sorry, pa. Ze is moe. Die is thuis. Ja. Tragisch. Al die kinderen. U heeft het gehoord allemaal. Mm-hmm. Je hoort er niet thuis, joh. Weet je dat ook? Hij is een moordenaar. Linksom of rechtsom. Maar zolang jij haar de hand over het hoofd houdt, ben jij dat ook. Verantwoordelijk dit, Lucas. Oh, jij moet me nou vertellen wat goed en fout is. Mieren we niet dode kinderen dan? Heb je nou iets met te maken of niet? We willen het echt weten, Deefke. Geschoten, ja, dat is wat er gebeurd is. Gat, het is zo fucked! Die shit heb ik moeten jatten. Er zijn mensen dood. Doeling, ja. En kun jij dan tijd draaien? Ik niet. Ze moeten vooruit kijken. Wie is dat? Laat hem. Je weet wat, jongen. Vanaf nu het probleem. Begrijp je? Ons probleem. Luister, jongen, wat we doen, hè? We gaan heel voorzichtig zijn. En we gaan niet eens allemaal raar de verkeerde mensen. En zeker niet tegen papa. Oké. Okay. Je moet je zorgen maken, een vriend. Je hebt alles onder controle. Oké? Okay? Ik zorg ervoor dat er niemand bij ons terechtkomt. Dus, Kip? Kom voor de... Je is er niet. Ah, nee? Wow, jammer. Ik heb net een berichtje gestuurd. Vamos, we gaan naar beneden, gast. Maar, nee, ik denk echt dat hem komt, hoor. Want anders, hè? Anders... Een bar! Ik maak het openbaar! Wilde mij zien? Klopt. Mooie plek. Mooi uitzicht. Hoe kom je hier aan? Wacht. Hier. Ja, dit. En dan is goed. Ja, hier, dit. Is dat nu pedofilie? Ze 18 was. Doden in de haven. Foute kook. Ja. De weduwe gaat ten onder. Ze trekt er u mee. Noem je prijs. Is niet te koop? Alles is te koop. En denk nu alsjeblieft dat ik dom ben. Hè? Dat als ik neerschieter dat filmpje dan verdwijnt. Over een uur gaat het online, automatisch. Tenzij wij gaan samenwerken, dan laat ik het vernietigen.
Ik bepaal niet zelf met wie ik samenwerk. En wie dan wel? Mexico? Amsterdam? Nee. Nee? Ze hebben hier niets mee te maken. Dit is van ons. Klopt. Ze hoeven hier dan ook niet te weten. Allee, kom, beeld ze op. En je zegt dat de weduwe er een hoop van maakt. En daarna stelt je mij voor een alternatief. 50 minuten. Wij gaan samenwerken. Doe je? Perchloroethylene. Wat? Ja, dat is een soort van chemicaliën die ze gebruiken. Stomerijen, wat ze dit is. Maar ik dat ook. Maar dat is niet echt iets voor je neus te steken. Waarom nam je er net niet op? Had je gebeld? Ik zag niet. Zeg, kan jij even naar de stok lopen? Nee, geen vragen stellen, gewoon een... Ja? En dan zoek je naar perchloroethylene. Perchloroethylene. Chemisch poeder. Ja. Leren we daar wat van? Betty? Frits is net benaderd voor werk in de haven. Hij heeft nee gezegd, maar goed is het niet. Kun je vertellen wat er met Frits is gebeurd? Het waren jonge gasten. Hoeveel? Twee. Op een gegeven moment gaf hij het containernummer. Als wij jou helpen, help jij ons? Mm-hmm. Betty is je aanspreekpunt. Geen idee. Die container had hier 3 uur geleden moeten zijn. Amanda. Die meid heeft er iets mee te maken, dat kan niet anders. Hey, luister, Luther, als ik zeg dat ze van niks weet... Betty... Je kan er niet zomaar kwijt zijn in de haven. Amanda moet meer informatie kunnen krijgen. Hallo? Hallo. Die Davy heeft die stem gekend, maar hij liegt erover. Wat is er precies gebeurd in die garage? Heet die... Je was er toch bij? Dat was een fucking snel! Wat is dit? Ik ben er zeker van...
Betty? Frits is net benaderd voor werk in de haven. Hij heeft nee gezegd, maar goed is het niet. Kun je vertellen wat er met Frits is gebeurd? Het waren jonge gasten. Hoeveel? 2. Op een gegeven moment gaf hij het containernummer. Als wij jou helpen, help jij ons? Mm-hmm. Betty is je aanspreekpunt. Geen idee. Die container had hier 3 uur geleden moeten zijn. Amanda. Die meid heeft er iets mee te maken, dat kan niet anders. Hey, luister, Luther, als ik zeg dat ze van niks weet... Betty, die kan toch niet zomaar kwijt zijn in de haven? Amanda moet meer informatie kunnen krijgen. Hallo? Die Davy heeft die stem gekend, maar hij liegt erover. Wat is er precies gebeurd in die garage? Heet die... Je was er toch bij? Dat was een fucking snel! Wat is dit? Ik ben er zeker van dat Davy niks met al die shit te maken heeft. Echt niks. En ik heb gewoon geen idee hoe dat hij hierin verzeild is geraakt. Echt niet. Boris, wat is er gebeurd? Toen Nathalie vertelde over storm, kreeg Boris een paniekaanval. Ik kan me gewoon niks anders herinneren dan deze shit. Echt niet, man. Je weet storm het al? Nee. Als hij het weet, dan is hij meteen weer blij. Hij is wel de vader. Storm wil weg. Ik begrijp dat je emotioneel wordt van alles wat er gebeurd is. Maar je kan nu niet weg. Niet zolang ik die 2 jongens niet heb. En je bent zeker dat het een goede container is? Ja, het nummer en het zegel ook. Het is hem. Benny gaat het testen en zo snel mogelijk verkopen. Storm, wat was er nou met die man die hier buiten rondhing? Wat doe jij hier in godsnaam? Het is mijn vader. Dit moeten wij niet doen, man. Waarom niet? Hoe vaak kom jij iemand tegen waarbij je kan zijn wie je bent? Ik heb het gevoel dat we elkaar begrijpen. Wij lijken op elkaar, hè? Marcus, ik ben niet goed voor mannen. Mag je daar zelf mee over beslissen? Nee. Ik moet eigenlijk gaan. Ben je in het ziekenhuis? Jim, wat? Weet jij er iets van? Wat? Weet... Jezus, waar zit je dan? Dus moet je oudste zoon maar even bellen. Wat is er gebeurd? Het is een compleet slachtoffer. Er komen minstens 20 mensen binnen die in de nachtclub van jouw zoon foute kook hebben gesnoven. Nou, wat heet foute kook? Het is gewoon puur vergif. Dus daarom vraag ik jou... Weet jij hier iets van, of niet? Nee, ik weet nergens iets van. Dan stel ik voor dat je even goed in het rond gaat vragen, want degene die hier verantwoordelijk voor is... heeft een heel erg groot probleem. Carmen. Ik moet echt gaan, sorry. Ik ga weg. Ik wil hier blijven. Bij de familie. Dat Filijn zo opgroeit. Ach man, ze gaat toch stoppen? Ja? Hoe heb je dat gezegd? Dat geloof jij? Zeg, waar wil je dan naartoe? Het is hier tenminste veilig. Oh, je noemt dit veilig? Je noemt dit veilig? Ja. Weet je, het komt jou allemaal wel lekker uit. Wat? Wat? Nou, zolang oma er is, hoef jij lekker niks te doen. Wat ben jij, man? Je neemt totaal geen verantwoordelijkheid. Fuck you. Stinkies, Kar. Je hebt ook kinderen, waar ze niet naar omkijken. Fuck you. Hey, Sandrine, met mij. Lisa is net begraven en...
even spreken. Bel je? Pinky, hey, ben je het zo? Wat? Waar heb je het over? Zijn we gewoon hier? Hey. What the fuck, man? Huh? Hey. Mag ik ook eentje? Tuurlijk. Hey. Is er nog plek voor mij? Nou, het is wel weer een lekkere klap allemaal. En bedankt weer, mama. Waarom zit hij er toch altijd zo te zijn, mama? Het is altijd wat ze niet goed doet. Maar wat doen jullie dan? Jij koopt een club van haar geld, woont die maar op haar kosten en doet gewoon helemaal niks. Boris. Nee. We zijn toch gewoon volwassen? Dan moeten we ook zelf die verantwoordelijkheid nemen. Ja, het is nog een keer met mij. Ik ben gewoon even oké. Amanda? Wat kom je doen? Even open. Amanda? Oké, het spijt me. Doe het maar gewoon open. Vroeg of laat kan ik niet op wat te pakken, man. Nou, kom op nou. Wat heb je gedaan? Is kamer erbij. Geloof je dat het me spijt? Spijt komt naar de zonde, zei mijn moeder altijd. Dacht dat jij niet tegen mij zou liegen. Kom je binnen? Kijk. Oom Boris. Opa en oma. Oma met John. Dat is... Ja, dat is oma. Met oom Irwan. Dat was de broer. En dat is opa, ja. Dag opa. Zeg maar dag opa. Dag opa, ja goed. En daar is oom Boris met die kleine van Sandrina. Ik ga jou nog zoveel vertellen. Kleine. Ja. Neem je oom Boris mee naar bed.
Waar is Flippy? Beneden bij Fiep. Hey, kom eens. Hey. Stil maar. Hey. Ben je blij? Ik ben hier niet het probleem.